Hoi, ik ben Ties en ik wil je graag wat meer vertellen over mijn bacheloropleiding Filosofie en Tilburg University. Bij filosofie leer je met een kritische blik te kijken naar actuele vraagstukken over mens en maatschappij. De opleiding is opgebouwd rond vier pijlers die als een rode draad zijn verweven door de 3 jaar. De pijler ethiek draait om de zoektocht naar het juiste handelen. Je denkt na over goed en kwaad. Zowel in het dagelijkse leven als bij grote thema's, zoals klimaatverandering en armoede. De pijler filosofische antropologie en psychologie is gericht op het menselijke denken en het mens zijn. Je buigt je hier bijvoorbeeld over vragen rondom identiteit, zoals wat jou tot een uniek persoon maakt. En over de verhouding tussen lichaam en geest en emotie en rationaliteit. Politieke en sociale filosofie gaat over het belang van samenlevingen, verschillende politieke systemen en begrippen zoals rechtvaardigheid en macht. In de laatste pijler, wetenschapsfilosofie en kennisleer, reflecteer je op de vraag wat we als waarheid en kennis kunnen beschouwen. Bijvoorbeeld in relatie tot nepnieuws en pseudowetenschap. Na het eerste jaar begin je te specialiseren door 1 van de 3 tracks te kiezen. De track Politiek, Filosofie en Economie combineert filosofische vakken met vakken uit de bestuurskunde. Die gaan over politiek, openbaar bestuur, economie en recht. In de track Ondernemen loop je stage en in de track Onderzoek leer je extra onderzoeksvaardigheden. Bij de laatste 2 tracks bestaat een deel van de opleiding uit een vrije keuzeruimte. Die kun je gebruiken om je kennis te verdiepen met filosofische vakken of juist te verbreden met vakken uit andere disciplines. Dit kan in Tilburg of op een andere universiteit, in binnen- of buitenland. Als afgestudeerd filosoof beschik je over een brede algemene ontwikkeling, een scherp denkvermogen en goede communicatieve vaardigheden. Dat maakt jou een gewilde kandidaat voor diverse functies in het bedrijfsleven, de journalistiek, bij de overheid en in het onderwijs. Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als docent, beleidsadviseur, ethisch deskundige, onderzoeker en redacteur. Je kunt er ook voor kiezen om zelfstandig ondernemer te worden, bijvoorbeeld als trainer of consultant. Neem jij geen genoegen met voor de hand liggende antwoorden en wil jij een frisse blik werpen op wat er nu speelt in de maatschappij, dan is filosofie de opleiding voor jou.